In Suriname hebben diplomaten stilgestaan bij 211 de onafhankelijkheidsdag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. De herdenking heeft afgelopen maandag plaatsgevonden middels een kranslegging bij het borstbeeld van Simon Bolivar op het Kerkplein. De kransen werden gelegd door directeur Miriam McIntosh van het directoraat Buitenlandse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Venezuela in Suriname, Ayerim Flores Riva. In haar toespraak benadrukte de directeur de visionaire visie van Simon Bolivar om te bundelen en gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling en welvaart van het Zuid-Amerikaans continent. En dit waren de binnenlandse berichten in het journaal.